dat u weer kijkt naar een nieuwe Vraag op Straat. En ik heb wel een hele bijzondere vraag van vandaag. Want hoe hulpbehoevend is Breda nog eigenlijk? Helpt u nog wel eens een ander? Ziet u dat iemand moeite heeft met een tas boodschappen en reikt u dan de helpende hand toe? Of denkt u alleen nog maar aan uzelf? Vraag op Straat vraagt het aan u. Ja, ik doe best wel wat voor de medemens. Ja, ik doe vrijwilligerswerk in een zorgcentrum in Breda. Dus dat is dagbesteding, zou ik maar zeggen. Dus dat is met een groepje, activiteiten, bakken, knutselen, spelletje doen, een verhaaltje vertellen. Dat is heel gezellig. Dan doe ik nog iets voor de medemens. Ik doe vrijwilligerswerk. Ik help onder andere oudere mensen en ik ben ook nog koster in de kerk. Gewoon als ik iets tegenkom, een voorbeeldje, een tijd geleden toen bij ons de weg afgesloten was, stonden er mensen met een auto die waren aan het kijken, waar moet ik naartoe? En dan vraag je van, joh, waar moet je naartoe? En dan leg je ze uit hoe ze het beste kunnen rijden. Ja, mijn vriend heeft een oma en die kan niet meer goed te been, dus die doe ik altijd boodschappen voor. Jazeker. Op straat doe ik dat wel eens. Als mensen die het niet zo goed bedeeld hebben, dat als die hulp nodig hebben, dan help ik die graag. Maar ook wel eens in mijn directe omgeving, mensen die wat huiswerkbegeleiding nodig hebben of op andere manier hulp nodig hebben, ja, dan sta ik er wel voor klaar. Ik help regelmatig mensen. Ik help mensen door een beetje kleingeld te geven. Ik help mensen door, net zoals laatst, even een deur open houden voor iemand die probeert de bord naar binnen te halen. Van die kleine dingetjes waarmee ik net even een handje extra kan geven. Ja, dat zijn echt een beetje de dingen die ik bedoel. Ervaar jij wel eens dat het helpen van de medemens steeds minder wordt? Ja. En hoe zou dat komen? Mensen die hebben steeds meer tijd voor zichzelf nodig, denk ik. Die geven steeds minder tijd aan een ander. Omdat ze hun eigen prioriteiten eerst stellen. Ik heb het idee dat in mijn eigen omgeving dat mensen elkaar wel helpen. Ja. Ik heb gewoon hele behulpzame mensen in mijn omgeving. Nou, nee, mensen. Ik heb het idee dat de mensen de laatste tijd maar denken als ik het maar goed heb. Want daar wil ik naartoe. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de ander weer wat meer gaan helpen? Ja, door af en toe gewoon te geven. Alleen het probleem is met die mensen die op straat leven. Als je iets geeft, waar komt het dan terecht? Ja, het probleem is eigenlijk dat we heel veel individuele vrijheid heel belangrijk vinden. Het probleem is alleen op het moment dat je dus er echt alleen voor staat, dan is het heel lastig om andere mensen te vinden die een steuntje in de rug geven. Dus dat is wel iets waar we op moeten letten, denk ik. Nou, heel veel mensen denken al snel bijvoorbeeld als je een bordje naar binnen probeert te sjouwen van die heb het vaker gedaan, dus ook deze keer lukt het wel. Ja, het kan maar net zijn dat deze keer een wat slechtere dag is, dus dat je dan net even de deur open houdt of zo. Een kleine moeite als je toch al langs loopt. Leuk dat u weer gekeken heeft naar een nieuwe Vraag op Straat. En vergeet niet onder dit filmpje te reageren, want ik ben heel benieuwd of u wel eens iets meemaakt, of u hulp nodig had en dat het niet kwam, of dat u zelf iemand geholpen heeft. Dank u wel voor het kijken en graag tot de volgende keer.